met assembleelid Jennifer Vreedzaam spraken wij ook over reshuffelen. Want dat is wat de regering nu wil gaan doen op het gebied van ministers, directeuren, onderdirecteuren. En ook in de raden wil men gaan reshuffelen om zo toch het winnend team te krijgen wat deze regering wil. Vreedzaam ging er als volgt in daarop. Reshuffling met een president die dictatoriale gedragingen vertoont? Ik denk het niet hoor. Het is pour beaucoup et beaucoup voor mij. Want het zijn niet de ministers, en dat heb ik ook al gezegd. Het zijn niet de ministers die het beleid bepalen. Ze worden gedirigeerd. En ik weet het niet hoor. Hoe zegt men dat? Als je zo wordt gedirigeerd, dat eigenlijk je meka en je jefi moeten uit je skin en dan heb je bijna niets meer om te doen. Dus nee, het gaat niet helpen. Die shuffling gaat helemaal niet helpen. Het is gewoon, je bent gewoon een schijnminister als het ware. En je moet gewoon doen wat aan jou wordt gezegd. En hoe kijkt u naar het besluit van minister Ibitana? Ik kan me best wel voorstellen. Hij is een van de beste ministers. Hij luistert, hij zit. Hij is een van de ministers vanaf het begin, bij zijn eerste optreden, zijn eerste speech. Hebben we ook heel, als NDP-fractie hebben we ook hem helemaal ondersteund. Omdat we al zagen van wat voor karakter en wat voor type persoon hij is. En ik kan me best wel voorstellen om te regeren of te besturen in zo'n setting als nu, dat het heel moeilijk voor hem zal zijn. En ik kan me best wel voorstellen. En hij dan waarschijnlijk zich niet goed voelt en niet happy voelt om dan inderdaad zijn beste beentje voor te zetten. En ik ondersteun dat. Als hij dat wil, dan is dat prima voor mij. Ik ondersteun hem volledig wat dat betreft. Ik had die collega parlementariër Mahinder Jogi geïnterviewd en hij zegt de informatie te hebben dat de minister en de vicepresident niet door één door kunnen. Ik weet het niet, boy. Dat is misschien een roddel van meneer Jogi. Die praat meer dan... Hij schiet zijn pagaras, maar... Als coalitieparlementariër zou hij toch meer weten? Misschien weet hij meer. Hij weet zeker meer, sowieso. Maar ik kan je zeggen, als ik gewoon kijk naar het werk van wat minister Ibitana heeft gedaan... En hoe hij bijvoorbeeld, een heel goede voorbeeld is dat van de boothouders. Hoe hij dat heeft aangepakt en hoe hij de transportsector wil aanpakken. Dan zeg ik van, hij heeft geprobeerd. En net wat ik zeg, als je in een setting bent waar er anders wordt bestuurd dan jouw eigen inzichten. Dan naar jouw eigen inzichten en jouw eigen visie. Dan is het een probleem. En wat dat betreft ondersteun ik minister Ibitana volledig. Maar het zijn toch geen weerloos wezentjes, mevrouw Vreedzaam, de ministers, als ze gedirigeerd worden. Of 17 personen, bedoel. Nou, net wat ik zeg, het hangt van jouw geestelijke instelling. Ik bedoel van, ik ben iemand bijvoorbeeld, ik zie echt niet... deze president of de VP mij dirigeren hoor. Ik stap direct op, of trouwens, ik ga niet eens ja zeggen. Ze moeten helemaal niet bij me komen bij wijze van spreken. Maar het hangt af van wie je bent als persoon. En ik kan me voorstellen dat anderen zeggen ik wil proberen. Maar pas als je daar bent, dan ga je zien wat het betekent om gedirigeerd te worden. En, wanneer je op het kabinet van de president een mini-ministerie hebt van justitie en politie en een mini-ministerie hebt van grondzaken, dat zou ik echt niet kunnen. Ik zou niet kunnen. Ik weet niet hoe men dat doet hoor. Ik wil me niet in de schoenen schuiven van die mensen. Maar minobomandoing, ik zou het echt niet kunnen omdat ik van transparantie hou. Ik hou van eerlijkheid, oprechtheid. Ik hou van discussies. En ik ga met jou discussiëren totdat we op een oplossing komen. En zelfs
zelfs al zijn er belangen, toch moet je in de discussies de belangen meenemen zodanig dat het niet schaadt, dat van de samenleving. Maar deze regering, de belangen zijn groter, dus 20 maal, 100 maal groter dan dat van die samenleving. Dus het past niet. En ik zie niet hoe je dat zou kunnen manoeuvreren in het beleid of zo, whatever. Dus dat is onmogelijk. Dus ik weet niet hoe men werkt hoor, maar ik wil niet beoordelen. Dat is hun probleem, dat moeten zij maar zelf weten. En die hebben die moeten zij maar zelf dragen. Bij mij gaat het erom, reshuffelen gaat niet werken. Het is een cultuur, er is een gedragsprobleem, een karakteristiek probleem van de president en van de VP om zich dictatoriaal op te stellen. En we zien het ook hier in DNA. We zien ook hoe hij zich opstelt om in plaats van de spiegel voor zichzelf te houden, is het alleen maar vingerwijzen. En dat is het gedrag en natuurlijk heeft dat zijn effecten op andere ministeries en instituten van het land. En ook is het zelf de samenleving dat men bang is.